Bij ons in de studio Martijn Cadol, cabaretier. Hij won als eerste cabaretier ooit in één theaterseizoen alle prijzen tijdens het Groninger Studenten Cabaret Festival, het Leids Cabaret Festival. Zijn tweede show Welkom is afgelopen november in première gegaan. En laten we niet vergeten, iedere keer als wij met Martijn Cadol spreken, dan beginnen we ook altijd even over RTL Late Night. Ja, ja. Hoe is dat afgelopen? Laat ik het zo zeggen. Iedere keer dat ik jullie spreek, begin ik over dat ik jullie toch een jaar geleden badend in het zweet heb achtergelaten met een roos van jullie. Zo. Ja, dat is wel waar. Ik denk dat jullie net uit de therapie lopen. Ja, het is wel de tijd van het roasten natuurlijk. En vorig jaar heb jij ons geroast. Toen dachten wij dat we het jaar 2018 gingen roasten, maar dat bleek over ons te gaan. We hebben Ali Benen natuurlijk voorbij zien komen op Comedy Central. Ja, jullie blijven altijd maar terugkomen op het RTL Late Night, maar ik had gewoon 6 minuten lang had. En ik heb nog dingen weggegooid over jullie. Het was zo vreselijk veel. Ja, dat is waar. Dit keer hebben we je gevraagd. En ook op stel. Dat we zeiden, dat moet niet meer over ons gaan. Zou je voor ons de kerst kunnen roasten? Oh, dat was het. En dan ga ik heel even nog... Ja, Martijn, we zijn heel benieuwd, want de kerstdagen staan voor de deur. Veel gezelligheid natuurlijk, maar er valt ook genoeg over te zeggen natuurlijk. Ja. Is dit het start? Dit is het moment dat je mag gaan. Het loopt soepel. Is dit live? Dit is helemaal live, Martijn. Ja. Daar gaat hij dan, hè? Ja, goedemorgen, Wietseker is Frederiek. Goedemorgen, rest van Nederland. Wat een dag, hè? Je voelt het overal, 24 december, ook hier in de studio van 538. Je voelt de spanning, je voelt het gonzen, je ruikt het overal. Het lijkt alsof de lucht trilt van opwinding, maar dat kan ook gewoon zijn omdat Chris net even ging verzitten. Een kleine luchtzak onder zijn bolle reet uitwist ontsnappen de vrije natuur in. Kijk hem zitten achter zijn microfoontje, pure stikstof uit te stoten. De boeren maar bloeden en ondertussen zit hier een sidekick op 538. Tonnen pure ammoniak uit te stoten. Warm saneren die gozer. Maar dat geheel terzijde. Want morgen is het zover kerst. Een fantastische tijd natuurlijk. Traditioneel gezien zijn de kerstdagen de dagen waarop je je liefst omringt met je geliefden. De mensen die het meest dierbaar zijn. Het is dan ook jammer dat je meestal gewoon opgeschreven zit met je familie. Of zoals ik hier in de studio bij Radio 538 met de vervanging van de vervanging van Edwin Evers. Stel je dat eens voor. De vervanging van de vervanging. Dat is een vegetarische rookworst en dan nog smeriger. De ooit zo legendarische ochtendshow met typetjes, een lach, een traan, het leven. En kijk waar ik nu mee in de studio zit. Man, man, man. Een volgevreten, omhooggevallen sidekick die zichzelf een week vrij heeft, zodra hij ook maar één volzin uit zijn strot krijgt. Een excuus-Limburger die ze zelfs in Maastricht niet kunnen bestaan. En een DJ die al zijn kinderen dubbele namen geeft omdat hij denkt dat hij dan twee keer zoveel kinderen bijslaat. Nee, Wiets, zo werkt het niet. En al zou je dubbele kinderbijslag krijgen, daarmee kom je nog steeds niet in de buurt van die 6 ton van Mattie. Geef het nou aan. Maar goed, dat gezegd hebbende, leuk om hier te zijn. Dankjewel, Martijn. Want fijn dat je er bent. Oh god, hij gaat nog door. Want morgen is het zover. Eerste kerstdag. De dag dat je eigenlijk nog steeds zit uit te huilen van de kerstborrel op je werk. Want wat je allemaal niet hebt moeten doorstaan voor die klote kerst die überhaupt al is aangebroken. De kerstborrel op je werk. Het begint er meestal mee. Het is er eentje van de categorie Henny Huisman. De categorie moeten we elkaar dit eigenlijk nog wel aandoen. Je verzamelt in de kantine waar je die middag nog een broodje huilende kip hebt zitten wegstouwen. Of was het vis? Geen idee eigenlijk. Want anders smaakt altijd hetzelfde in de kantines. En daar sta je dan in je ironische kerst. Terwijl je vorig jaar nog zo had voorgenomen, dit is mijn laatste kerstborrel, volgend jaar wil ik aan de werk. En dan zie je ineens die collega. Die collega die ineens komt binnenlopen waarvan je denkt, hè, werkt hij hier nog? Had hij geen burn-out? En zo, nee. Waarom eigenlijk niet? Met zo'n kop had ik al 5 keer een burn-out gehad. Zo'n wietse die jagerkop met een gezicht alsof hij permanent rottende dierenluikjes ruikt. Die collega die je nooit ziet, die nooit wat zegt. Meestal de ICT'er die je problemen met je laptop nooit serieus neemt. En Steven als eerst vragen of je hem al even aan en uit hebt geschakeld. Die collega die nu ineens al naar een vingerhoedje bier op de tafel staat te dansen. Te dik, te dichtbij. Meurend naar het zweet van de vorige kerstborrel of de vorige avond Pornhub. Je weet niet wat je liever hebt. Die collega die denkt dat MeToo betekent dat hij elke vrouwelijke collega tijdens de kerstborrel 2 keer in de reet mag knijpen. Die collega.
Ja, dat klinkt akelig bekend, Chris, of niet? Ze durft het zelf niet zo goed te zeggen, Chris, maar Frederik heeft liever dat je de kerstboel volgend jaar een keertje overstaat. En dan moet de kerst dus nog beginnen. Eerste kerstdag, de enige dag in het jaar waarop ik jaloers ben op mensen die te vondeling zijn gelegd. Lekker geen familie, man, wat een voorrecht moet dat zijn. Lekker thuis zitten met de deur op slot, de gordijnen dicht en gewoon om 17:30 een frikandel speciaal in het vet laten zakken. Geen verplichte gezelligheid, geen tante die je elk jaar zonder aarzeling op je bek pakt ter begroeting. Iets dat zelfs voor het MeToo-tijdperk al absoluut niet oké was. Wat moet dat heerlijk zijn. Ik keek laatst Home Alone samen met mijn vriendin en we moesten allebei huilen bij het einde. Ontroerend toch, hè? Dat alles goed komt op het einde, snikte mijn vriendin. Ik zei, ontroerend? Het is verschrikkelijk nu die Kevin alsnog de kerstdagen doorbrengen met zijn familie. Een levende hel. En waarom is het eigenlijk zo georganiseerd dat een kerstdiner altijd per definitie moet worden gekookt door een oom die 364 dagen per jaar niet in de keuken komt? Een oom die het normaal gesproken presteert om kokend water te laten bevriezen, buigt zich over een technisch ingewikkeld culinair hoogstandje. Dat gaat dus niet. Je laat Sangerines toch ook geen harttransplantatie doen? Of Wietse de Jager een ochtendshow maken? Oh, wacht even. Oké. Het eten zou om 6:00 klaar zijn, maar het is inmiddels 8:30. Je hebt 3,5 stokbrood op en daar komt de kalkoen. Taai als trek erop, totaal zwart geblakerd. Maar de zwarte randjes geven het juist smaak, zegt de kok. Nee, die zwarte randjes moet je niet eten, hoor. Daar kun je kanker van krijgen, zegt iemand anders. Oh, echt? Is dat zo? Oké, tante Joke, dit stuk is voor u. Op hoop van zegen. En zelfs dan is de gifbeker nog niet leeg, want oudjaarsavond moet nog komen. Oudjaarsavond, de avond waar je al op 14 augustus mee bezig moet zijn, omdat het anders zwaar overschatte oud en nieuw feest waar je vrienden naartoe willen, alles uitverkocht. Terwijl je al weet dat je op de avond zelf liever een been afzet dan dat je daar naartoe gaat. Wat overigens niet eens zo moeilijk is, een been afzetten. Zorg gewoon dat je rond 12:00 in de buurt staat van die ene buurman die elk jaar voor €900 aan vuurwerk koopt in België, waarvan hij geen idee heeft wat het doet. Een lewinepijl in een champagnefles? Dat moet toch kunnen? Ik had een keer een buurman die per ongeluk de urn van zijn moeder in de hand stak, omdat hij dacht dat het een pot was. Die urn dan, hè? Niet zijn moeder. En dan zit het erop en kunnen we eindelijk beginnen aan 2020. Een nieuw decennium, maar hopelijk met precies dezelfde feestdagen, want er moet natuurlijk wel gewoon wat te zeiken blijven. Oh. Applaus voor Martijn Kardol! De roast van de feestdagen. Een klein beetje van ons. Ik zou hem toch weer niet aankomen. Nee. Toch weer niet. Ik dacht, nu gaat het echt over de feestdagen. Op goed vertrouwen nodig je die jongen uit. Ik had nog wel liggen. Ja, precies. Heel fijn dan. Maar die factuur die je stuurt, die wordt niet betaald. Dat begrijp je ook nu inderdaad. Hè. Dankjewel Martijn. Een hele fijne feestdagen. Ja, met je familie uiteraard.